Hoi, mijn naam is Bart van Klikproces en in deze video ga ik je 8 adviezen geven om hoger te scoren in Google zonder dat je daar extra content voor hoeft te maken. Content maken is een van de moeilijkste en meest kostbare dingen om te zorgen dat je scoort in Google. En daarom is het heel erg frustrerend voor eigenaren, voor marketeers en voor eigenlijk iedereen die met SEO bezig is. Dus als je kan scoren zonder extra content, is dat een hele efficiënte manier om te werken. Vandaar dat veel mensen er ook vraag naar hebben, kan ik niet gewoon scoren in Google zonder daar speciaal content voor te maken? En dat kan. Dan gaat het om techniek, dan gaat het om linkbuilding en al die manieren ga ik je in deze video laten zien. De allereerste wat je kan doen, is dat je de SEO-titels en de meta-descriptions van jouw pagina gaat nalopen. En dat doe je eigenlijk als volgt. Ga naar Google en zoek op een zoekwoord waar jij al redelijk in scoort. Bijvoorbeeld pagina 2 of pagina 1. Je zoekt op dat zoekwoord en je gaat dan jouw SEO-titel en jouw meta-description vergelijken met alle andere resultaten die er staan. Dus stel dat ik bijvoorbeeld zoek op snel afvallen 10 kilo. En dan ga ik even naar onderste. Laten we even zeggen dat Dr. Online jouw resultaat is. Kijk dan goed, wat voor SEO-titel heb ik hier zo? 10 kilo afvallen dokteronline.com en wat voor meta-description. En vergeet niet dat de meta-description recentelijk is uitgebreid, dat die 300 karakters kan bevatten in plaats van de zeg maar 150 voorheen. En controleer dat deze nog super competitief zijn. Vergelijk ze met alle andere op de site of in de Google resultaten en zorg ervoor dat je deze zo scherp, zo aantrekkelijk mogelijk maakt, zodat iedereen op jouw resultaat gaat klikken. Dat alleen al kan zorgen voor veel meer kliks, kan zorgen voor veel meer aandacht naar je artikelen toe. En dat kan je zowel helpen om meer bezoekers te krijgen, als daadwerkelijk helpen om hoger te scoren, doordat mensen in plaats van op dit resultaat of dat resultaat, in één keer op jou gaan klikken. En dan gaat jouw site vanzelf omhoog. Dus je SEO-titel en je meta-description, super belangrijk. Ga die controleren, daar hoef je geen extra content voor te maken. Is relatief makkelijk om te doen, kost best wel wat tijd, maar helpt je ontzettend. Het tweede wat je kan doen, is het nalopen van jouw website op interne linken. En interne linken, daar moet je op deze manier naar kijken. Als dit je homepage is en je hebt daar een hele rits met pagina's onder hangen, kijk dan eens heel kritisch hoe zijn die pagina's met elkaar verbonden. Welke van die pagina's linken naar elkaar? En klopt dat nog? En er zijn eigenlijk grofweg twee tactieken om daarnaar te kijken. De eerste is dat je een zoekwoord of een groep zoekwoorden pakt die op een pagina staan. Dat je bij jezelf gaat denken, die zoekwoorden wil ik graag een aantal plekken omhoog hebben. En om dat voor elkaar te krijgen, ga ik alle andere pagina's nalopen waarvan ik vind dat ze in verband staan met deze pagina. Ga kijken, staat daar een link op? En als er geen link op staat, dan voeg ik een link toe. Die link naar de pagina die ik omhoog wil hebben in Google. En dan kom je er misschien wel achter dat een bericht wat bijvoorbeeld een jaar of al 2 jaar oud is, of een productcategorie op je webshop, of een product wat er misschien al langere tijd staat, waar je al een tijdje niet meer aan gedacht hebt, dat die op plek nummer 5 scoort met een heleboel zoekwoorden. En dan ga je je website of je webshop nog wat verder nalopen. En denk je, ja, in de loop van het jaar of in de afgelopen 2 jaar is er toch wel heel veel bijgekomen. Er zijn heel veel pagina's bijgekomen, heel veel artikelen die eigenlijk best wel gerelateerd zijn aan deze pagina. Dus laat ik eens even een interne link toevoegen. En op die manier ga je deze pagina die je hebt geselecteerd helpen om toch hoger te komen in Google zonder dat je daar extra content voor hoeft te maken. Zorg ervoor, als je dit gaat doen, dat je dat heel gestructureerd doet. Met name webshops kunnen al snel duizenden producten hebben en daarmee eens zoveel pagina's. Dus zorg ervoor dat je van tevoren even een goed schema maakt. Met welke pagina's wil je omhoog hebben? Welke zijn eraan gelinkt? En zorg ervoor dat je ze allemaal goed afstreept. En dat kan je ontzettend helpen om te scoren in Google. De tweede manier is dat je eigenlijk het pagina voor pagina afgaat. En dan kan je zowel beginnen bij degene die het al goed doen om die beter te maken, als bij degene die het niet zo goed doen om die te helpen. En dat je kritisch gaat kijken, dit is een lijst met alle categorieën of alle producten of alle URL's die je website of webshop heeft. En dan begin je bij de eerste pagina en dan ga je kritisch kijken waar linkt die heen. Oké, deze pagina linkt naar die twee pagina's. Maar dan hou ik er nog een rits over.
is het niet verstandig om daar ook heen te linken? Helpt dat een bezoeker niet? Is dat niet relevant? En dan kom je waarschijnlijk tot de conclusie dat ja, die twee nieuwste pagina's, ja, daar zou ik ook nog wel heen kunnen linken. En dan voeg je die link toe. En op die manier linkt eigenlijk alles binnen je website of webshop weer op de juiste manier naar elkaar, zodat bezoekers daar blij van worden en Google wordt daar ook blij van. En uiteindelijk word jij daar blij door, want jij gaat meer verkeer binnenhalen. Het derde stukje is zoekwoordgebruik. En dit is met name voor sites die wat ouder zijn. En de truc is eigenlijk als volgt. Als je een pagina pakt, en dit is meestal geldt dit alleen voor pagina's die wat ouder zijn, misschien een jaar of wel ouder nog, die pak je erbij. En dat kan zijn omdat hij goed presteert, of dat kan zijn omdat hij middelmatig presteert, of omdat hij niet zo goed presteert. Dat kan om verschillende redenen zijn. Maar pak een pagina bij waarvan je zegt, die wil ik wel graag verbeteren. En ga eens kijken op welke zoekwoorden die pagina is ingericht. En dan zijn er twee belangrijke vragen om te stellen. Eén is, staan die zoekwoorden nog wel goed in verwerkt? Zeker als de pagina wat ouder is, dan kan het misschien een hele SEO-achtige tekst zijn, zoals we dat jaren geleden nog deden. En dan kan je misschien gaan updaten om hem wat beter te maken. Staan er bijvoorbeeld ook gerelateerde zoektermen in die je onderaan Google vindt? Dus als je zoekt op jouw zoekwoord, kom je dan gerelateerde termen zoals deze tegen in je pagina. Dat kan helpen. Je kan ook eens kritisch kijken op welke zoekwoorden staat die pagina ingericht. En zijn dat wel de juiste woorden? En dat kan je bijvoorbeeld doen door een tool als Ahrefs te gebruiken. Dit kan met Ahrefs, maar dit kan ook met de Google Keyword Planner. Die zal voor de meeste mensen wel bekend zijn. Alleen in mijn ervaring is Ahrefs gewoon effectiever erin. En dan ga ik hier kijken bij de organische zoektermen. Op welke termen scoort hij? 10 kilo afvallen, 10 kilo afvallen, 10 kilo afvallen in 6 weken, in 3 maanden. Nou, dit lijkt helemaal goed te kloppen. Hè? Dit zijn zoekvolumes die er toe doen. Het zijn de juiste zoekwoorden, dus deze pagina is goed ingericht. Maar je komt er misschien achter dat je ook pagina's hebt die niet zo goed zijn ingericht op zoekwoorden. Of dat je misschien via Ahrefs of via de Google zoekwoordenplanner, dat je eigenlijk ziet dat jouw pagina is ingericht op 3 zoekwoorden die bij elkaar een volume van 100 hebben. Maar dat er andere termen zijn die redelijk vergelijkbaar zijn, waar misschien veel meer op gezocht wordt. En dan heb je misschien wel een zoekvolume van totaal 1000. En dat zou betekenen dat als je eigenlijk deze termen min of meer vervangt, misschien heel minimaal de pagina een stukje herschrijft, dat je een veel groter potentieel bereik hebt. Idealiter kan je misschien allebei de termen in de pagina hebben, omdat ze zo aan elkaar gerelateerd zijn. En dan kan je in één keer van dezelfde pagina, zonder content specifiek te herschrijven of aan te passen, kan je toch veel meer zoekverkeer binnen gaan halen. Dus loop de pagina's na en kijk of je deze truc kan toepassen en gebruik daar eventueel Ahrefs of Google voor om je te vertellen dat er nog zoekwoorden zijn waar je nog niet aan gedacht hebt of zoekwoorden die eraan gerelateerd zijn. En op die manier haal je eigenlijk veel meer uit bestaande content. Wat je ook kan doen, is dat je content wel rigoureus gaat aanpassen, maar niet, we gaan niet herschrijven of we gaan niet nieuwe dingen maken. Dat gaan we niet doen, want het is hoge scoren in Google zonder content. Dus wat je kan doen, zijn eigenlijk 2 dingen. 1, je kan een pagina die heel slecht presteert, gewoon simpelweg verwijderen. Want op het moment dat je 1 pagina hebt die slecht presteert, die geen bezoekers aantrekt, misschien ook helemaal niet op zoekwoorden is ingericht, dan is het niet zo erg. Maar naarmate het aantal dode pagina's groeit, is het beter om dat op te schonen en eigenlijk met een 301 redirect te zeggen, nou, deze pagina die doet helemaal niks, die verwijder ik. En ik stuur deze pagina door naar een andere pagina die het wel al een beetje doet. Of misschien wel heel erg goed doet. Op die manier is Google nooit energie of tijd kwijt met het doorlopen en bijhouden van pagina's die er eigenlijk niet toe doen, die misschien wel outdated zijn. En is die alleen maar bezig met goede pagina's. En zeker, ook dit geldt weer voor een webshop of een blog wat misschien al jaren oud is of heel veel pagina's bevat, kan het opschonen een heel erg positief effect hebben. Wat je ook kan doen, en ook dit geldt vooral voor bloggen die een stuk ouder zijn, namelijk de neiging is van oudere bloggen om pagina's te hebben met 300 woorden content of 500 woorden content. En meestal is oudere tekst heel SEO gericht, zit nog redelijk vol met zoekwoorden, is gewoon niet zo goed. Dus wat je kan doen, is je kan zeggen, ik pak een aantal pagina's, 2 of 3 of 4, die misschien op hetzelfde zoekwoord zijn ingericht, of die ongeveer met hetzelfde thema te maken hebben, of die redelijk op elkaar lijken. En die pagina's ga ik combineren
tot één nieuwe die wel substantie en inhoud heeft. En misschien moet je daar een klein beetje voor schrijven om te zien, zorgen dat alles goed past. Maar je kan het, laat het zoveel mogelijk hetzelfde. Zet het in feite onder elkaar zodat het logisch is en handig is voor de bezoeker. Voeg even een nieuwe index toe. En hopla, in plaats van dat je 3 keer 500 woorden hebt, heb je 1 goede pagina van 1500 woorden. En die kan je op 1 van de 3 pagina's die je hebt gebruikt, laat je die staan. Die andere 2, hè, stel dat dit de 2 oude pagina's zijn, die 301 je door naar de nieuwe pagina. En in plaats van dat je 3 keer een stuk content hebt met 500 woorden wat de bezoeker niet echt helpt, heb je in 1 keer 1 stuk content van 1500 woorden wat een bezoeker wel goed helpt. Simpel, heel erg effectief. We hebben daar in sommige branches, in sommige niches, hebben we daar echt extreme resultaten bij gehaald. En dan moet je uitgaan van pagina's die voorheen bijvoorbeeld 200 tot 300 bezoekers per maand trokken, die omhoog zijn geschoten naar ergens tussen de, ja, laten we zeggen, 1700 en 2500 bezoekers. Zulke extreme voorbeelden hebben we gezien. Daar moet ik wel bij zeggen, daar hebben we echt een stuk van herschreven. Daar hebben we echt een stuk aan toegevoegd van ongeveer 500 woorden. Maar de basis van het was een combinatie van een aantal pagina's die gewoon het niet meer goed deden. En die hebben we gecombineerd. Daar hebben we een stukje aan toegevoegd. En bam, het verkeer schoot omhoog. Geweldig. Dus een hele goede techniek. Met name als je website wat groter is en wat ouder is. Dan kan je natuurlijk altijd gaan linkbuilden. Maar voor heel veel linkbuildtechnieken heb je content nodig. Nou, ik heb even 2 linkbuildingtechnieken hier zo uitgelicht waar je geen content voor nodig hebt. Als je bijvoorbeeld een webshop hebt, dan is een hele eenvoudige manier is om producten aan te bieden aan bloggers. Die bloggers schrijven daar een review over en die linken terug naar jouw website. Kost geen content, hoef je verder niks voor te doen behalve contact zoeken met die blogger. Je krijgt linken erbij, die linken zorgen ervoor dat jouw pagina's hoger scoren in Google. En je krijgt meer verkeer zonder dat je content nodig hebt. Om precies te zijn, gaat die blogger eigenlijk de content voor je maken. Maar wat je ook kan doen, als je bijvoorbeeld een website hebt die een dienst levert, is je kan een lokaal evenement organiseren. En door een evenement te organiseren kan je lokaal aandacht krijgen. Bijvoorbeeld van bloggers, van vloggers, van lokale kranten of misschien wel zelfs van landelijke kranten. Daar moet je wel wat voor doen, hè? Dus hoef je geen content voor te maken, maar dan moet je wel iets organiseren. Maar uit ervaring weet ik ook dat er heel veel bedrijven zijn die al bepaalde presentaties eigenlijk op de plank hebben liggen. Dus waarom zou je die niet gebruiken om iets te organiseren om nog meer mensen te helpen? Sterker nog, als je het goed doet, kan je er misschien nog wat klanten aan overhouden ook. En zo hebben we nog 35 manieren waar je echt op geen enkele manier content voor nodig hebt om dat voor elkaar te krijgen. Om meer linken te krijgen, goede linken, echt kwalitatieve linken en daardoor hoger te scoren in Google. Die kan je allemaal vinden in ons andere blogpost met 103 linkbuildingstrategieën. Ik zet even een link in de beschrijving en ik doe even een link in het websiteartikel plaatsen. Dus daar kan je heen klikken naar die 37 manieren en echt gegarandeerd dat je door die linkbuildingtactieken hoger gaat scoren in Google. En je hoeft er niks voor te schrijven of te maken. Een Google Mijn Bedrijf profiel. Mocht je dat nog niet hebben, dan raad ik zeker aan om een Google Mijn Bedrijf profiel aan te maken. Ook al ben je een webshop. Ik heb een artikel geschreven over waarom het zo ontzettend belangrijk is, ook voor een webshop, om een Google Mijn Bedrijf profiel te hebben. Omdat steeds meer zoekopdrachten lokaal gericht worden en ook als webshop wil je er dan graag staan. Nou, mocht je niet weten wat een Google Mijn Bedrijf profiel is, dan zal ik het hier even laten zien. Ik zoek even op mijn eigen naam. Klikproces. En dan zie je hier aan de rechterkant het Google Mijn Bedrijf profiel. En dit zorgt ervoor dat je 1 lokaal veel beter gevonden kan worden. Maar het zorgt er ook voor dat je op bepaalde zoektermen veel beter naar voren komt. Niet alleen als mensen lokaal zoeken, maar als je bijvoorbeeld op SEO Bodegraven, wij zijn in Bodegraven gevestigd, zou zoeken, dan wil je dat wij hier verschijnen. Als je geen Google My Business profiel hebt, dan verschijn je hier dus niet en word je dus ook niet gevonden. Dus een Google My Business profiel aanmaken is relatief eenvoudig. Als je even googelt op Google Mijn Bedrijf, dan kom je er vanzelf uit. Het is echt maar een kwartiertje werk. En dat kan je meteen al helpen om beter te scoren in Google. Zeker als je lokaal gevonden wil worden.
Je categorieën nalopen, ook nog zo'n belangrijke. Of je nu een blog hebt, of een website hebt, of een webshop hebt, bijna iedereen heeft wel categorieën om zijn diensten of producten op te delen. En eigenlijk net als met de content, raad ik je aan om nog eens even kritisch naar je categorieën te kijken en vooral te bedenken, mis ik geen categorieën? Kan ik niet categorieën toevoegen aan mijn website of aan mijn webshop om eigenlijk beter gevonden te worden zonder dat ik daar nieuwe producten of nieuwe diensten voor hoef te lanceren? Bijvoorbeeld, stel dat je schoenen verkoopt en je hebt ze wel ingedeeld op merk en materiaal. Oh, materiaal is een lang woord. Ik hou hem even op mat. Dan wordt jouw webshop dus ook gevonden als iemand zoekt op het merk van de schoenen of het materiaal van de schoenen. Dus bijvoorbeeld leer. Maar mensen zoeken ook op bijvoorbeeld de maat. Ja, schoenen maat 38. Of ze zoeken op kleur. Of ze zoeken op iets van voor grote voeten of voor kleine voeten. Misschien zoeken ze wel op een bepaalde stijl. Misschien zijn ze wel op zoek naar een bepaalde onderkant of een bepaalde zool die erin zit. Of veters of weet ik het wat. Het ligt er een beetje aan wat voor soort schoenen je verkoopt. Maar als je deze twee wel hebt opgenomen in je webshop en al deze categorieën hebben nog geen aparte landingspagina, dan kan je, daar heb je eigenlijk wel producten voor. Dus als iemand zoekt op maat 38, heb je eigenlijk heel veel schoenen om aan te tonen. Dus waarom zou je daar geen categorie voor maken om te zorgen dat je ook scoort in Google? En bol.com is daar de absolute kampioen in. Dus ik zal even een voorbeeld laten zien van hoe slim zij dat hebben aangepakt. Dus ik heb even gezocht op bol.com. En dan stond George Michael live in Londen, die stond ergens bovenaan. Dat is nu in de aanbieding. En ik ga even naar beneden. En dan kan je hier zo zien, je vindt dit artikel in en dan hebben ze een categorie gemaakt per uitgever, de artiest, de drager, de kijkwijze leeftijd, of die nieuw of tweedehands is, of die Engels is. Dan moet ik zeggen dat dit nog meevalt. De meeste producten die hebben echt een stuk of 10, 15 categorieën onder zich. Dus of je dan zoekt op George Michael of op de uitgever, of dat je zoekt op dvd's geschikt vanaf 12 jaar. Deze DVD staat onder al die categorieën en op al die categorieën worden ze dus ook gevonden. In de meeste webshops, met name webshops, ontbreekt het nogal eens in categorieën. Dus bedenk goed vanaf wat voor soorten manieren kan je zoeken op mijn producten en hebben die wel allemaal een landingspagina. En zo niet, dan kan je starten zonder daar specifiek content voor te maken om überhaupt die categorieën eens aan te maken. Als laatste raad ik je aan om weer eens kritisch door de techniek van je website te lopen. En dit geldt met name voor grotere websites of webshops, namelijk dat kleine wijzigingen die door de hele site, dus meteen over honderden of over duizenden pagina's effect hebben, kan voor een gigantische bezoekersstroom zorgen. Dus loop kritische dingen langs. Bijvoorbeeld de H-tags op je pagina. Hè? Heeft de allerbovenste koptekst wel een H1 tag? Ik heb geen idee waarom ik daar een puntje boven zet, geen enkele reden voor. Maar je H1 en je H2 tags, kloppen die nog wel? Staan die goed op alle pagina's? Is dat goed geautomatiseerd? Worden al mijn pagina's goed geïndexeerd? Je kan naar je Google Search Console gaan. Ik zal het even laten zien. Hier laat ik even zien wat ik bedoel met een H-tag. Dus een H1 tag, dat is bijvoorbeeld de bovenste titel van je pagina. Dus in het geval van bol.com zie je hier World of Warcraft Battle Chess 3.0 Starter Edition Windows. Dat zal ongetwijfeld een product of het is een expansion set van een spelletje. Dus staat die goed, hè? Staat de bovenste als een H1. Dan ga je hier naar beneden, staat bijvoorbeeld de productbeschrijving als, staat die als H2. Hier heb je reviews, staat dit als H2. Mocht je H3 gebruiken, staan die ook goed. Dus loop de pagina na om te checken of al zulke technische dingen goed staan. Je kan bijvoorbeeld ook kijken, hebben mijn afbeeldingen de juiste naam? Door bijvoorbeeld te zeggen, ik wil deze afbeelding opslaan als, oh, welke naam krijgt hij nou? 920000. Terwijl je wil je liever dat de naam is World of Warcraft Battle Chess 3.0. Dus hier kan Bol nog iets aan verbeteren. Staan de alt tags, staan die bijvoorbeeld goed? Dat kan ik niet zo makkelijk nu even controleren. Dus kloppen al die kleine technische dingen wel op al die pagina's en zo niet? Zorg ervoor dat het wel klopt, want een kleine wijziging op grote schaal kan een groot effect hebben. Wat betreft de
het indexeringsstatus. Dus ik heb hier even Google Search Console geopend. En je zit hier bij de site van Klikproces. Heb ik de Google Index indexeringsstatus. En wat zie je dan? Google heeft 100 pagina's in totaal geïndexeerd. En dan moet je bij jezelf even redeneren. Klopt dat ongeveer met mijn website? En als dat wel klopt, nou, dan kan je deze stap overslaan. Als dat niet klopt, dan moet je goed uit gaan zoeken. Hey, welke pagina's worden dan blijkbaar niet goed geïndexeerd of niet weergegeven? En hoe kan ik dat gaan verbeteren? Want dat zorgt ervoor dat je geen nieuwe content hebt, maar dat je eigenlijk ervoor zorgt dat bestaande content zijn werk gaat doen en dat je meer verkeer aan gaat trekken. Controleer je website op 404 errors. En de makkelijkste manier om dat te doen is door naar Google Analytics te gaan en dan te gaan naar de bestemmingspagina. Dus ik ga even een screenshot laten zien van waar je dan moet kijken. Zo, ik heb screenshot even toegevoegd. Als je naar je Google Analytics gaat en dan ga je naar het dingetje site content en dan naar bestemmingspagina's. Dan zet je de bestemmingspagina's, die staat standaard op 10, die zet je even op 5000, dat die alles opent. En dan typ je in Ctrl en dan met je andere vinger of hand F. Mag ook met dezelfde als je erbij kan, ook goed. En dan verschijnt er een zoekbalkje en dan zoek je even op 404. En dan ga je kijken, kom ik URL's tegen die, waar mensen op terechtkomen die een 404 aangeven? En zo ja, dan moet ik even uitzoeken waarom zijn die mensen daar terechtgekomen? Hoe kom je daar terecht? Welke pagina linkt erheen? En je moet zorgen dat de pagina die nu niet meer bestaat, want hij geeft een 404 euro aan, dat je die met een 301 redirect even doorstuurt naar wel een relevante pagina. En op die manier pak je bezoekers die nu niet goed terechtkomen en die stuur je door naar een pagina waar ze wel iets mee kunnen. Je kan ook de laadtijd van je pagina's of van je website controleren. Want laadsnelheid heeft zowel conversietechnisch als SEO-technisch speelt dat echt een belangrijke rol. Dus het makkelijkste om dat eigenlijk te doen is door naar de volgende site te gaan, tools.pingdom.com, een hele fijne site. Je voert daar jouw website in, bijvoorbeeld klikproces.nl. Je zoekt de server die dichtstbij is, in dit geval Stockholm, Zweden. Je drukt op start test en hij gaat voor je uitzoeken hoe lang je laadtijd is voor een specifieke pagina, in dit geval voor mijn homepage. Dan geeft hij een cijfer en dan vertelt hij hier wat je kan doen om die te verbeteren. Doe dat, want je website moet echt snel zijn. Je ziet hier dat ik daar ook nog wel wat aan kan verbeteren. Dus dat moeten we even gaan doen. En op die manier kan je je website verbeteren. En ook dat zorgt ervoor, als je hele website sneller is, gaat alles net een beetje beter. Ga je net wat meer bezoekers halen. Ga je net wat meer converteren. Laadsnelheid heel erg belangrijk. En als laatste is controleer of bij jouw website de star rating goed staat. En ik zal even laten zien wat star rating is. Ik heb er al een video en een blogpost over geschreven, dus die link ga ik ook even plaatsen als je precies wil weten wat het is, waarom het zo belangrijk is en hoe je het implementeert. Maar een star rating is het volgende. Ik zoek nu bijvoorbeeld op Avengers film en dan zie je hier een aantal resultaten en dan kom je bij de IMDb, kom je deze sterren tegen. Nou, die sterren kan je implementeren voor elke pagina. Dus ongeacht of je nou een pagina hebt met een dienst, met een recept erop, met een film erop, met een review erop, maakt niet uit. Je kan altijd ervoor zorgen dat je deze sterren krijgt in je resultaat. En die sterren kunnen ervoor zorgen dat je wel tot 35% meer klikken krijgt naar verder precies hetzelfde resultaat. Dus nogmaals, als je daar alles over wil weten, link ik even naar dat blogpost toe. Maar 35% meer klikken door eigenlijk alleen maar technisch even wat sterren te implementeren, lijkt mij een goede deal. Dus dat zijn ze. Dat zijn de 8 technieken die je kan inzetten om te zorgen dat jij hoger gaat scoren in Google, maar dan zonder extra content te maken. Dus ik zou zeggen, ga ermee aan de slag, ga het implementeren. Laat me weten wat de resultaten zijn, of het je helpt. Heb je nog vragen over een van deze 8 tips? Laat het ook weten in de YouTube comments of bij ons op de site. Krijg je van mij persoonlijk antwoord. Ik help je graag. Ik wens je heel veel succes met het knallen in Google.